zo is dat. We staan hier nu in de keuken van het Aquaset Keep Challenging Center. Eet jullie hier vaak? Eigenlijk eten we vooral ook veel in onze eigen appartementen. Of zelf, of we combineren met renners. Ja. Maar ja, we zijn hier wel vaak inderdaad. Ja. En koken jullie hier dan samen? Of hoe is dat? We koken wel zelf in onze eigen appartement. Ja. Zitten er ook keukentjes in. Ah, ja. En dan ja, vaak op de dag dat we dan samen dingen regelen. Oké, okay, leuk. Ik heb gezien dat hier ook voedingscoaches rondlopen. Houden jullie aan een strikt patroon voor jullie voeding? Niet super strikt. We hebben gewoon contact met voedingscoaches en die adviseren ons op wat we het beste kunnen eten voor wedstrijden en normale dagen. En is er zoiets dat jullie zeker niet mogen eten of wel moeten eten? Of... Ik denk dat we vooral heel erg geadviseerd worden in hoe dat we onszelf het beste voeden. En er zal zeker geen goed en fout zijn, maar we zijn wel allemaal ook heel erg gedreven, dus we proberen ons aan de adviezen te houden. Ja. Ja. Maar jullie mogen eigenlijk alles wel eten. Als jullie ergens zin in hebben, dan mag dat ook wel. Ja, alles is in balans. En er is geen verschil tussen mannen en vrouwen dan? Of? Nee, ik denk dat in de basis van mannen en vrouwen hetzelfde zijn. Alleen, ja, een man heeft misschien iets meer behoefte aan meer voeding dan vrouwen, maar bijna hetzelfde. Ja. En wat eten jullie voor een belangrijke wedstrijd? Vooral veel koolhydraten, veel energie. Te zorgen dat we genoeg energie hebben om de dingen te kunnen doen die we moeten doen, zoals wedstrijden rijden en trainen. Ja. En dus zelf was vooral veel koolhydraten en pasta en zo. Oké. Okay. En als laatste hebben jullie misschien nog een interessante voedingstip voor ons als wij een belangrijke wedstrijd of een klus of zo op de planning hebben staan? Ik zou vooral goed zorgen dat je genoeg eet en dan kun je met veel energie aan de slag. Oké, super, dankjewel. Wist je dat het Aquastep Keep Challenge Center zich bevindt in Sittard? Hierdoor zijn we meteen als we willen gaan trainen in de Limburgse heuvels, wat ons weer tijd scheelt waarin we kunnen herstellen, maar ook natuurlijk een minder grote CO2-uitstoot. Wist je dat hier op het Aquastep Keep Challenge Center ook veel aandacht is voor onze persoonlijke ontwikkeling? Zodat wij voorbereid worden op het leven na het wielrennen.